PSV Vrouwen oefende op de hertgang tegen het Belgische KRC Genk, de huidige nummer 5 in de Belgische hoogste klasse. En Sander Luiten had gekozen voor de volgende elf namen met Santiago in de goal en verder Jean van den Berg, Leuchter, Carreras, Van Doren, Kolen, Kuipers, Rodriguez, Brugts en Koeleman. En de eerste kans in de wedstrijd is voor de thuisploeg. Dit is Esmee Brugts met de lop over kiepster Delvaux. Maar die bal wordt net voor de lijn weggetikt door Fleur Bientkens. Maar zo dus wel het eerste gevaar van PSV Vrouwen. Niet veel later opnieuw een kans. Dit is Van Doren. Maar die schiet recht op Delvaux af. Naar de goede paas van Leuchter. Genk speelde al 2 competitiewedstrijden. Het won van Charleroi en ging afgelopen week onderuit tegen Club Brugge. PSV won dus van Heerenveen. Dit is Kuipers. Die heeft ruimte om te schieten. En die schiet die bal prachtig binnen. Kuipers die afgelopen zondag haar 200ste officiële wedstrijd voor PSV Vrouwen speelde. Ze doet dit echt prachtig. Delvaux kansloos. En zo PSV na een minuut of 35 op die verdiende 1-0 voorsprong. Kolen. Rodriguez. Kolen stomt mee op, krijgt die bal ook terug van Rodriguez. Gaat vervolgens de 1-2 aan met Leuchter. Kolen vanaf de rechtsback, maar ze scoort wel. Vroeger uiteraard aanvalster. En ze blijkt het nog niet verleerd. In 4 minuten na de openingstreffer, nu dus de 2-0 voor PSV Vrouwen. Dat het overigens moet doen zonder Aniek Nouwens, Sari van Veenendaal en Julie Biesmans, zij afwezig vanwege Interlands. En de andere speelsters zag u op de tribune zitten. Dit is Wolters ondertussen voor Genk. En de redding is van Santiago. Vlak voor rust, het eerste echte gevaar van de ploeg uit België. En haar kennen we uiteraard ook nog, Aline Zeeler. Vorig seizoen coach van jong PSV Vrouwen, maar ze kon het niet laten. En speelt nu voor Genk. Dat hier de corner mag nemen. Duisters neemt die bal op de pantoffel. En passeert Santiago. En brengt de spanning daarmee een klein beetje terug in de wedstrijd. Duisters die 3 keer trefzeker was in het duel met Charleroi. Scoort nu dus weer. Rodriguez aan de andere kant. Verdient de corner. Die wordt dan snel genomen. Komt hier terug bij Kelly van Doren. Esmee Brugts met de kopbal. En die valt binnen bij de eerste paal. En zo 7 minuten na de treffer van Genk. Het verschil weer op 2. Dankzij deze kopbal van Brugts. Die toch wel houdbaar leek voor Maren van Wijngaarden. Zij in de tweede helft onder de lat bij Genk. De paas dan van Kolen op Van Doren. En die doet het prima. En maakt er zo 4-1 van. Na de splijtende paas van Kolen door die Belgische defensie. Keurig afgemaakt door Kelly van Doren. In de slotfase dan de laatste kans voor PSV. Dit is invalster Patty Waal. Het zoeken is naar Joelle Smits. Maar je hoort het geluid. Die bal gaat op de paal. Smits scoort dus niet. Maar PSV Vrouwen wint wel met 4-1 van KRC Genk.